Jongens, we hebben 8x8 premies, leidersprijsklassement onderweg bellen voor de rode trui. Henk, we zijn zover. Meneer Wieling, u mag knallen namens de Rabobank. Mannen, heel veel succes. Weer die ene punt. Weer die ene punt hebben we bellen. Voor drie ronde klassement. Drie ronde klassement. Drie ronde lang klassement. Dankzij handwerking op maat. En dankzij de tekorten. We gaan kijken of het peloton de tegenaanval heeft ingezet. Hier krijgen we in ieder geval direct te melden. Alsjeblieft, rijdt voor dat peloton. En dan is het peloton met Schreus. Haha! Chris, die ziet het gevaar komen. Daar zit een leuke leer die is in de tweede paard. Daar zit een beetje aan het en dan zei Johan Hofman. Als ik dan goed doorreken, alleen dat ze Pieters in theorie nog één keer die ene punt pakt, dan komt ze gedijkt. Uitkijken met het oversteken, want we verwachten een ontketende Roy Pieters. We verwachten ontketende Roy Pieters. Hij pakt de rode trui. Hij mag zich melden. Want je bloedt behoorlijk. Vier koplopers gaan ze het redden. Nog 11 ronden. De hand op elkaar. Alsjeblieft. Wordt er al gefloten. De vlag gaat omhoog. Waar blijven de achtervolgers? Nog 16,5 kilometer voor de wielen. De vier koplopers lopen verder weg. Het wordt maar liefst 27 seconden. 27 seconden. Het is Gary Hekman die die vijfde premie pakt. En dan staat je Rick Smit. Dan hebben we hier op een klein gaatje. De man die we straks op. Wat rechte lijn, mannen. Dit is vanaf de 21ste plaats in de wedstrijd. 21ste gaat worden. In de boeken gaat die komen. Sjors Handgraaf. En Sjors die komt uit Leiden. Ja, want Leuwik die staat het hoogst in het klassement, Aleid, op een achtste stek. Het is Trammeland in de kopgroep. Het is weer gelijk als we het hebben over de leidersprijs. Een applaus, Ninspeet. Jeroen Brewel, de man in het oranje pak van de Rabobank. Serieus op jacht naar de leiders, zo lijkt het. De man met 78, Jelmer Asjes, en ook zo'n rappersputter. Drie, denk ik. Nee, het is de man uit de kniepen. Haha, ja. De winnaar van vorig jaar. Twee ronden. Benen in speel. Daar is toch verrassend. Die twee mannen van de jonge renner hebben dus wat afgesproken. Het is nu dan Dijkstra aan de leiding. Ja, die kijkt achterom. Die zegt, ja, mijn maatje is vooruit. Ik ga er niet achteraan. En dan is het Van Nobelen die zegt, ja jongen, maar ik kan niet meer. En dan is het Groen die daar in de wachtkamer zit. En zo danst op dit moment. Wij gaan de hand op elkaar. Laatste ronde. Oh, mooi. Laatste ronde voor Ludwig.
En dat is gelijk een geweldige voorsprong geworden. Nunspeet, we gaan ook de overige drie van de koproep een geweldig fijn applaus meegeven. Het is Roy Pieters, die wordt geclasseerd. Die mag stoppen. Jongens, laatste ronde. Laatste ronde. Je moet je dat zo voorstellen dat er op dit moment twee mooie meiden achter Robin Lewick. Zij zijn dan aan het overleggen. Oké, ik breng een laatste ronde. Laatste ronde. Wij zijn in afwachting van Robin Leuwik uit het rijke Leuwik wielenfamilie uit het Overijsselse Vriezenveen. De vlaggen gaan omhoog, de handen gaan op elkaar, de lege glazen worden bijna weer teruggegeven. Nunspeet, hier komt de winnaar van de editie 2016, Robin Leuwik! Dan is het op dit moment die drie mannen in de laatste 100 meter. Dan is het nog één keer links, een keer rechts en een keer links. En dan draaien we de Pienestraat in. En dan weten we dat. Oh, Brewol is er al. Brewol zit opeens op de trekhaak. Dat wordt spannend, hè. Want Brewol kan nog op dat podium gaan belanden. Vier mannen komen eraan. Oh, mooie berichten. Jeroen Brewol, de leider in het klassement. En het is natuurlijk zijn eer te na om hier misschien niet op het podium te komen. Gaat hij op snelheid die mannen passeren? Martijn Dijkstra, Erik Groen, Nunspeet, die kunnen hier allemaal live meemaken. Er wordt gezwaaid. Of komt er nog een aanval van Van Nobelen? De handen gaan omhoog. Hier wordt gespurt. En het is Van Nobelen. Van Nobelen voor Groen. Voor Brewol, die vierde wordt. En het is een hele boze. Ja, wie was het alweer? Heel boos. Oh, de sprint van het peloton. Gary Hekman wordt vijfde.